Elke onderwijsinstelling krijgt ermee te maken. Studiedata en de vraag hoe het ons kan helpen bij het ondersteunen van het leerproces van leerlingen en studenten. Mijn naam is Pierre Gorissen en de komende paar minuten geef ik een korte introductie op de onderwerpen data-ondersteund onderwijs, learning analytics en de rol van kunstmatige intelligentie daarbij. En op het einde van mijn verhaal kom ik terug op de vraag op deze dia. Data-ondersteund onderwijs, sturen of gestuurd worden? Even kijken naar de term data-ondersteund onderwijs. Eigenlijk een begrip wat we al heel lang kennen. Immers, vroeger hadden we al rapporten op papier. Tegenwoordig worden ze digitaal gemaakt. Maar het is ook een begrip dat weerstand oproept. Positief gezien gaat het simpelweg over het gebruik van studiedata om het onderwijs, het leerproces van leerlingen of studenten te ondersteunen. De weerstand komt voort uit de vaak grote bedrijven die data over ons verzamelen of de angst dat wij, onze leerlingen, verworden tot enen en nullen die door algoritmen gestuurd worden. Deze tweedeling is relevant en goed om in gedachten te houden. En er zijn hele boeken over geschreven van voor- en tegenstanders van het gebruik van data. Learning Analytics dan. Bij Learning Analytics gaat het om het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data over leerlingen en studenten met als doel om het leren te begrijpen en om het leerproces te optimaliseren. Doelgroep van Learning Analytics kunnen dus zowel leraren als leerlingen zijn. Als begrip zo'n 10 jaar oud, dus inmiddels al een flinke boom van kennis. Maar het betekent zeker nog niet dat we al alles weten over hoe die complexe boom in elkaar zit. Of hoe je van die data, van die ene en de nullen die de basis vormen van die boom, komt tot verbetering in het leerproces. Maar laten we beginnen bij die basis, de studiedata. Dus de studiedata. Op zich heel eenvoudig. Een leerling genereert door zijn of haar activiteiten studiedata. De leraar analyseert die en gaat daarover met de leerling in gesprek. Tegenwoordig zal die studiedata voor een groot deel gegenereerd worden door gebruik van adaptieve software of leeromgevingen of materialen die door een uitgever beschikbaar gesteld worden. En zo gauw je met dat soort commerciële partijen te maken krijgt, betekent het ook dat de wetgever daar iets van zal vinden en eisen zal stellen aan de zaken rond privacy en dataverzameling. Sowieso zal een leraar niet zelf al die data gaan analyseren, maar zal dan bijvoorbeeld vaak samenwerken met een data scientist. Dus iemand die heel erg enthousiast wordt van grote hoeveelheden data en daarmee wil gaan werken en analyseren. En ook zal die leraar niet de enige zijn die toegang wil hebben tot die studiedata. Een mentor of een studieloopbaanbegeleider, maar ook directieleden zullen zicht willen hebben op die data. En als het bijvoorbeeld om het primair onderwijs gaat of het voortgezet onderwijs, zullen ook de ouders iets vinden van wat we met die studiedata mogen. En dat maakt het geheel rond studiedata opeens al een stuk complexer. En in dit plaatje is nog één leeg plekje open en één rol die ik nog niet genoemd heb. En dat is de onderwijswetenschapper. En in tegenstelling tot die data scientist worden die onderwijswetenschappers vaak helemaal niet zo enthousiast van grote hoeveelheden data, maar wel van onderwijs. Terwijl dat wel een rol is, een groep onderzoekers, die we zeker moeten betrekken op het moment dat we aan de slag gaan met studiedata. Die complexiteit wordt door leveranciers op dit moment vaak verstopt achter dashboards. Want leraren, mentoren, directieleden zullen niet zelfs als die data scientist met die data aan de slag willen. Welke informatie in zo'n dashboard getoond wordt, varieert nogal van dashboard naar dashboard. En wat we kunnen met die informatie eveneens. Gartner heeft daar een tijd geleden alweer een vierdeling in gemaakt. Nou, die vierdeling zie je hier. Op de assen staat het niveau van complexiteit en de meerwaarde die dat soort dashboards of learning analytics kan bieden. Op het laagste niveau de descriptive analytics. En zoals het Engelse woord al zegt, de beschrijvende analytics. Hier geeft het dashboard alleen aan wat er gebeurd is. Dus hoeveel kliks of welke cijfers of hoeveel tijd een leerling in de leeromgeving heeft doorgebracht. De interpretatie van wat je met die data moet, wordt dan aan de leraar of de leerling zelf overgelaten. Dus complexiteit laag, maar de meerwaarde ook niet zo hoog. Een stapje hoger is dat het dashboard ook aangeeft van waarom is iets gebeurd. Als een leerling een slecht cijfer gehaald heeft voor een toets, welke onderwerpen heeft hij of zij dan misschien niet goed begrepen. Dus geeft al iets meer waarde, maar is al wat complexer, want je moet al iets meer weten over het leerproces. Nog een niveau hoger zijn de predictive analytics, de voorspellende analytics, waarbij het systeem dus niet alleen terugkijkt en uitlegt wat er gebeurd is, maar ook een voorspelling doet voor wat er gaat gebeuren. En dat is ook meteen alweer een stuk risicovoller, want als je tegen een leerling zegt dat de kans groot is dat hij blijft zitten of niet slaagt voor een toets op basis van wat hij tot nu toe gedaan heeft, dan wordt die kans extra groot dat dat ook gaat gebeuren. Nou, en het bovenste niveau, de prescriptive analytics, zijn de analytics waarbij het systeem dus niet alleen terugkijkt, maar ook vooruitkijkt en uitlegt van
als je deze stappen zet, als je deze strategie volgt, dan heb je de grootste kans dat je het gewenste resultaat haalt. Maar zover zijn we nog lang niet als het gaat over de systemen die we nu dagelijks gebruiken. Oké. Uitdagingen dus tot nu toe. Systemen maken gebruik van verschillende datasets, van verschillende databronnen en overzichten. Die zijn niet altijd aan elkaar gekoppeld, dus soms zal een leraar zelf dat overzicht moeten krijgen. Sowieso heeft een leraar per definitie een beeld van een leerling op basis van onvolledige data. Niet alles wat van belang is, wordt gemeten, terwijl die dashboards wel de indruk kunnen wekken dat ze compleet zijn. Dus daar moet je wel alert op zijn. Er komt ook bij dat de bouwers van deze systemen niet altijd even goed zicht hebben op wat voor een leraar echt toe doet of toe zou moeten doen. Dat betekent dus dat de beschikbare dashboards niet altijd een antwoord geven op de vragen die leraren of leerlingen echt hebben. En het maken van een dashboard voor een leerling is sowieso complex, omdat zij, in tegenstelling tot een leraar, niet getraind zijn in het lezen en interpreteren van deze data. Oké, tot zover het stukje Learning Analytics, verder met AI in het onderwijs. Als het over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence of AI in het onderwijs gaat, zien we in het nieuws vaak plaatjes met robots die in de klas taken van de leraar overnemen. Dit soort plaatjes dus. Terwijl in de praktijk AI veel meer onzichtbaar in het onderwijs zit en juist de dashboards en de systemen die we gebruiken aanstuurt. Dus dat betekent dat er op veel meer plekken al gebruik gemaakt wordt van kunstmatige intelligentie, zonder dat we daar heel bewust mee bezig zijn. Nou, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een gewoon traditioneel programma en kunstmatige intelligentie? Nou, een traditioneel programma ziet er in concept zo uit. We hebben data, bijvoorbeeld de cijfers die leerlingen voor een toets halen. We hebben een aantal regels, bijvoorbeeld over hoeveel onvoldoendes je mag halen of hoeveel vragen je goed of fout mag hebben. Die kun je in een programma stoppen, in een algoritme, en dan komen daar antwoorden uit. Een leerling heeft een toets gehaald of niet gehaald, een leerling mag naar het volgende leerjaar of niet. Bij kunstmatige intelligentie draaien we dat eigenlijk om. We voeden de data en de antwoorden die we tot nu toe gegeven hebben in een systeem voor machine learning. Dat gaat dan kijken van welke regels kan ik afleiden op basis van die data en die antwoorden. Dus daar komen nieuwe regels uit. Dus eigenlijk hebben we dezelfde componenten als bij een gewoon programma. Wat je dan dus ook zult zien, is dat in praktijk die regels die door machine learning tot stand gebracht worden, gevoed worden in een nieuw programma. En dat programma kun je dan weer nieuwe data aanvoegen en krijg je nieuwe antwoorden. Als mensen wel eens zeggen van AI maakt ook fouten, dan betekent dat eigenlijk dat AI soms niet de antwoorden oplevert die we voor ogen hadden. En dat de reden daarvoor kan zijn dat de regels die machine learning afgeleid hebben uit die data en die antwoorden, dat die regels niet altijd passen bij wat we precies wilden. Dat heeft dan te maken met dat je bijvoorbeeld te weinig data had of dat de data niet alle mogelijke opties die je voor ogen had met zich meenam. Dus daar moet je rekening mee houden. Daarnaast is het zo dat het ook zo is dat het verschil tussen een complex algoritme in een traditioneel programma en het gebruik van pure AI in praktijk niet zo heel groot is. Dus discussies over dit is wel of geen AI zijn niet zo relevant binnen school. Een zijsprongetje. AI wordt vaak genoemd in relatie tot adaptieve systemen. Systemen dus die inspelen op de behoeften van leerlingen en bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van oefeningen daarop aanpassen. Veel van de scholen waar wij mee samenwerken richten zich juist op het verhogen van de zelfregie van leerlingen. Dus ze willen meer naar het kwadrant hier rechtsboven bij gepersonaliseerd leren, in het model naast me. Adaptieve systemen zitten juist vaak aan de kant van de externe regie, dus precies het tegenovergestelde van de zelfregie die je voor ogen had. Dus houd dat in de gaten dat adaptieve systemen en zelfregie twee kanten van hetzelfde model zijn. Werken aan AI en werken aan Learning Analytics doe je niet alleen. Dat doe je samen met anderen. En de NL-AI-coalitie heeft het doel om AI-ontwikkeling in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden. De coalitie kent ongeveer 400 deelnemers en is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Onderwijs is een van de gebieden waar de NL-AI-coalitie zich mee bezighoudt. Dus op het moment dat je hiermee aan de slag wil, is het goed om te kijken of je ook hierbij kunt aansluiten. Een van de dingen die we daar bijvoorbeeld al gedaan hebben, is het aan elkaar verbinden van domeinen. Dus als je hier kijkt naar vraagstukken die hebben voor AI voor leren en lesgeven, dan kun je denken aan bijvoorbeeld het gebruik van adaptieve leertechnologie, monitoring en feedback, taakautomatisering voor de docent en het voorkomen van studieuitval. Nou, voor deze heel onderwijskundige vragen kun je gebruik maken van
tools en lessons learned van andere domeinen die veel generieker zijn. En dat betekent dus dat je dus ook met de meer hardcore techneuten, de AI-deskundigen, kunt samenwerken en elkaar kunt vinden op die verschillende domeinen. Samenvattend. Data ondersteund onderwijs, learning analytics en AI zijn buzzwords. Maar we moeten er iets mee. Want als wij het stuur niet stevig in handen houden, als wij er niet voor zorgen dat leerlingen mee kunnen sturen, dan worden we gestuurd. En dat is zeker in een situatie waar we willen inzetten op zelfregie niet wenselijk. Leraren zijn niet altijd even geïnteresseerd in deze onderwerpen of hebben een gebrek aan kennis. Daar is professionalisering nodig. Leerlingen zullen moeten begeleiden. We zullen hen moeten leren hoe ze de juiste vragen stellen of het gebruik van hun studiedata. Dat doen we uiteraard in de driehoek, dus in samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, maar ook met experts uit andere domeinen. Terugkomend op de vraag, sturen of gestuurd worden. We hebben als onderwijs de taak om het stuur stevig in de handen te houden. Dat kan en dat moet.